Over een half uur kom ik naar boven. Denk je dat je ze zo lust of niet? Kom dan. Kom. Kom proeven. Wat nu weer? Zit hier met een mannetje op een bank? Nou, dat is niet helemaal waar. Ik zit een beetje uit te hijgen, want ik heb deze ochtend nog 10 kilometers gerend. Ik doe namelijk mee aan de Patta Running Challenge. Moet je elke week 30 kilometer lopen. En ja, ik had dat zelf ook niet van mezelf verwacht. Laatst heb ik 1 kilometer moeten lopen omdat ik anders niet uitkwam met mijn tijd. En er was natuurlijk heel veel reactie op. Van kijk, die sukkel, 1 kilometer gerend. En iemand die daarop reageert is deze man, Arno, de hardlopende kok. En toen hebben we contact gemaakt. En ik wilde jou vragen of je mij kan vertellen. Wat moet je nou eten als je meedoet aan zo'n challenge? Wat is gezond? Wat geeft je energie? En wat is ook nog lekker? Jezus, dat zijn wel heel vragen in één keer, of niet? Ja, ik ben een leerkrachtige boy. Je moet goed eten. Je moet eigenlijk een beetje common sense gebruiken, zeg maar, gewoon. Voornamelijk eten wat je lekker vindt. Maar je moet wel aan een aantal dingen daarin voldoen. Je moet goed op je eiwitinname letten. Dus dat is kip of vis. Heel af en toe rundvlees. je moet goed op je koolhydraten letten. En als je dan... voornamelijk dan wel volkoren koolhydraten gebruiken. Ja. Zeker na het rennen, voor het rennen wit, maar daarna absoluut volkoren, want dan heb je een langere verzadigd gevoel. Okay. En dan doet je lichaam het beter op. En je moet een beetje op je vezeltjes letten, zodat je darmen blijven werken. En dat doe je met groente en fruit. Oké, maar wat gaan wij nou eten? Ja, ik heb voor jou een soort gezonde versie van een kapsalonnetje gemaakt. Kapsalon? Ja. Kapsalon AB. Er zit een beetje kip in. Okay. En een beetje zoete aardappel, dat is goed voor je koolhydraten. Lekker. En een lekkere salade erbij. Maak er zelfs een knoflooksausje erbij. Alleen dan wel een vetvrije, vetarm. Okay. Zoals je het wil noemen. Maar wel vet lekker ook. En wel heel vet lekker. Er zit alleen, enigste touch die je mist is geraste kaas. Maar ja, oh, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Nee, maar daar zit wel echt heel veel vet in. Ja. Ik zat te denken aan een pakje cheddar laten smelten. Ja, nee, dat zou ik niet doen. Heel smaakvol. Heel smaakvol, heel erg lekker. Maar ik zei, nou ja, je kan het doen, maar dan is het effect van hetgene wat we gaan maken, is dan weg, zeg maar. Meneer Arno, de hardlopende kok, je zit me hier lekker te maken met je verhalen over deze gezonde kapsalon. Maar zullen we het gaan maken? Dat lijkt me een heel goed plan. Let's go. Let's go. Echt het gerechtje maken. Ja. Ik stel voor dat jij aan die kant blijft, dan ben je bij de oven en het fornuis. Helemaal goed. En dan ben ik daar op anderhalve minuut. Dan begin ik eventjes met de kip. Oké. Okay. Als jij de... knoflooksaus wil maken. Knoflooksaus maken. Ja. Die twee teentjes die erbij zo meteen. Gaan we die mee roosteren. Doen we wat olie erop, wat oregano, wat currypoeder, wat zout. En dan eventjes mengen. En dan denk ik ongeveer 20 minuutjes in de oven. Op 220 graden. Ja, we doen denk ik een halve, maar... Dan is het wachten op de zoete aardappels en dan gaan we zo denk ik de kip bakken. Ja. En dan schieten we aardappel. Ja, als je maar die kan vertellen waar die liggen, aan deze kant. Over een half uur kom ik naar boven. Nou, dat valt best mee, toch? Er is een grote en een grote plakken. Ja, onderin zie ik hem. Kijk eens even. Denk je dat je ze zo lust of niet? Ja, ja toch? Dit is lekker. Ja, toch? Saus is goed. Aardappel. En eigenlijk zit alles erin wat je nodig hebt, hè? Beetje groente, beetje proteïne, koolhydraatjes. Ik merk, als ik zoveel aan het rennen ben, eet ik ook minder. Weet je hoe dat zit? Nee, durf ik niet te zeggen eigenlijk.
eigenlijk zou je meer moeten gaan eten op de lange termijn. Ja, maar ik eet wel vaker op een dag. Ja, ja. Kleiner porties, maar dan meer verspreid. Ja, alleen daar moet je wel een beetje mee oppassen. Dat je niet te veel, dat je niet zeg maar de kwaliteit van rennen daar een beetje afbreuk aan doet. Maar dat je denkt van nou, ik ben lekker aan het rennen, ik ben een beetje aan het afvallen en dat je daardoor stiekem meer gaat eten. Dus je moet wel een beetje, dan moet je wel een beetje in de gaten houden. Okay. Wat je dan, zeg maar, als je dan meer gaat eten, wat je in die eetmomenten doet, zeg maar. De saus is dus alleen kwark, geen yoghurt, geen mayonaise? Helemaal niks. Oké. Dus eigenlijk de magerste versie ervan, zeg maar. Ja. Kwark moet je natuurlijk ook wel een beetje leren eten. Vaak een beetje droge nasmaak in je mond. Maar je ziet, zeg maar, nu als je het een beetje lekker maakt met een beetje citroensap, peperzout, knofje erin, ja, is prima te doen, toch? Dus het vetste in deze maaltijd is eigenlijk nog de avocado? Eigenlijk wel, ja. En dat zijn gezonde vetten, ja. In basis, zeg maar. En dat kleine beetje olie waar je kippetjes in hebt gebakken, dat is het enige. En jij doet zelf ook die challenge, hè? 30 kilometer rennen in de week. Ja. In het begin dacht ik dat red ik nooit. Uiteindelijk heb ik nu 2 weken achter de rug en dat is jij. Ja. En ja, het gaat wel. Maar ik denk dat je zwaarste week gehad hebt. De tweede week? Ik denk het wel, ja. Okay. Maar het is toch moeilijk ook om een beetje op je eten te letten. En dan hebben we hier een gezonde maaltijd. Ja. Maar hoe vaak per week kan je dit eten? Want je hebt ook nog zoiets als eentonigheid, toch? Je moet niet steeds hetzelfde eten. Eigenlijk zit hier, in het bordje wat we gemaakt hebben, zit eigenlijk alles een beetje in wat je nodig hebt. Er zit koolhydraten in, er zitten eiwitten in en je groenten voor je vezels, zeg maar. Alleen ja, als je dit de hele week eet, dan wordt het dodelijk saai natuurlijk. Dus je moet hier, zeg maar, een beetje in variëren. Maar je moet wel dat principe proberen aan te houden van koolhydraten, groenten en je eiwitten uit vis of kip. Dankjewel man, dat je je tijd aan ons hebt gegeven en dat je ons hebt geholpen met deze gezonde maaltijd. Zoete aardappelen uit de oven, kippendijen uit de pan en een gezonde salade en een sausje op basis van kwark. Ja. Dit eten we als we willen rennen zonder dat we onszelf al te veel belasten en vooral na het rennen. Dit is echt lekker na het rennen. Vooral als je s'avonds wil rennen, ja. Zou ik daarvoor niet eten, dan ga je lekker rennen. En als je dan dit al een beetje voor hebt bereid, kan je dit gewoon zo prima naar je run eten. Dit. Ja. Ik ga dit bord helemaal opeten. Ik heb net gered, maar morgen moet ik weer. Dankjewel voor je tijd en ik zou tegen jullie willen zeggen, kijk naar de volgende aflevering van... Kom proeven!